live show ging het niet supergoed. Want ik zong niet zo supergoed en het commentaar van de jury was helemaal niet supergoed. Ik vind dat je eigenlijk beter zou moeten presteren. Ik weet ook wel dat je beter kan, maar het komt er nu voor de tweede keer niet helemaal uit. En ik vraag me af waar het aan ligt. Als ik op het podium sta, dan begint mijn nummer en begin ik te zingen. En pas na 30 seconden denk ik, hey, ik ben aan het zingen. Op de een of andere manier leef ik in een droom. En die moet ik nog even uitzien te schakelen op een of andere manier. Ze kan het wel. En nu komt het er weer op aan. Kan ze haar gevoel erin leggen. Want als ze dat doet, dan komt het binnen. It's not fair to deny me of the cross I bear when you give to me. Er staat wel een soort van extra druk op me. En ik moet daar staan. 2 minuten die ik heb, moet ik daar gewoon van begin tot het eind knallen. Hier is Danielle. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. Another version of me. Is she converted like me? Would she go down on her knees? I need her. 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. When every time you speak her name, does she know how you told me you hold me? Van iedereen in deze competitie op dit moment de geschiktste stem om rock te zingen. Want je hebt dat fijne randje en je weet ook wat je daarmee moet doen. En dit was ook echt veel beter dan de afgelopen 2 weken, vind ik. Je kwam goed terecht. En, maar, ik heb wel een maar, want je blijft toch een beetje hangen in een beetje popzangeresje, top 40 zangeresje. Terwijl het is een rocknummer en Alanis Morissette die gaat er helemaal in. En dat had ik eigenlijk toch van jou nog meer verwacht. Maar het was in ieder geval beter dan de afgelopen 2 weken. Dus die, dat heb je teruggepakt. Ja, Danielle, laat ik beginnen met dat ik het helemaal met Angela eens ben dat het een stuk beter is dan vorige week. Je komt veel zelfverzekerder over, heb ik het idee. Het enige wat ik bij dit nummer heb, is dat sowieso muziek van Alanis Morissette, dan ben ik in staat om geermesjes uit een laad te pakken en mezelf van kant te maken, omdat het zulke depressieve muziek is. Maar ik vond de gemiste kans, als ik Stacey had geweest, dan had ik jou een nummer van Pink laten zingen. Of een nummer van een andere rockdiva, maar niet van Alanis Morissette, want het past minder bij jou. Maar ik vond het toch, en ook een compliment voor de dansers trouwens, onder leiding van Gerald Verwint, choreografie vanavond, echt briljant gedaan. Zijn er even niet, maar de act was prima voor elkaar.
Het jammer is dat dit een nummer is met een hele negatieve klank in het. En dat had je nou net niet nodig, vind ik. Want jij hebt een beetje als... ja, sorry. Ik kan het ook, hoor. Ja. Ik kan hem ook even zo doen. Ja, sorry. Het was dus niet goed. Maar ja, dat vind ik dus niet leuk om te zeggen. Haal erop. Nee, maar serieus. Ik vind het jammer, want ik heb een zwak voor je. Ik vind je gewoon een meid met waanzinnig veel talent. En dan vind ik het jammer dat je niet een positief nummer, bijvoorbeeld iets van Pink of wat dan ook, wat feestelijker is, hebt gedaan. Zodat je blijer was overgekomen. En nu is het boos en dit en dat. En dat is net niet lekker bij jou, vind ik. Ah, wat een gezeik allemaal. Ik bedoel, we hebben al die nummers van Pink zitten luisteren samen. En je kreeg een keer het commentaar dat je een beetje, juist een beetje bozig over kan komen. Ik dacht, nou, dan geven we je dat nummer. Dan kan je lekker in je rol blijven. Is het weer niet goed? Briljant. Weet je, zo kun je blijven zeiken, weet je wel. Ik vond het subliem. Wat een stem. En juist met heel veel kracht, die grom. Ik vond het ook fantastisch, heel erg goed. En het lijkt wel alsof je eigenlijk met de week geraffineerder wordt ook. Zoals je met de camera ook speelt en omgaat en flirt. En we waren zeer onder de indruk, mag ik wel even zeggen. En ja, en heel moedig ook, voor iemand natuurlijk die al eens een keer gevallen is op het podium, wegens hoge hakken. Vandaag ook weer behoorlijk hoge hakken. Zit ongeveer een andere luchtlaag zelfs dan ik, inmiddels, atmosferisch gezien. Maar dat je zo'n act doet dan met zo'n stijger. Was je niet bang dat je daar een ongelukje mee zou maken? Ja. 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 Ja, dat was ik. Ja, daar was je een beetje nerveus over. Ja, nee. Verstand op nul. Lekker huppelen. Gewoon weer verder gaan. Je geniet, hè, bij ons. Ja, ja, ja. Nou, we genieten ook enorm van jou. Als Danielle voor u thuis ook de X-Factor heeft, dan kan je dat laten weten. Je moet het laten weten zelfs, wat haar betreft. 0909-1305 is het telefoonnummer. Of sms haar naam naar 3131. En dat is natuurlijk Danielle. Dankjewel. Ja.